dus juist dat we de vlammen ongeveer 2,5 meter hoog zijn. Dus ja, het is altijd even moeilijk te voorspellen of het gaat waaien of niet. Afspreken welke stappen we ondernemen. Want als ik het goed bekijk, denk ik dat we afleggen op een laag druk met voertuigen. Ik denk dat we die in eerste instantie moeten houden voor de secundaire lijntjes. Dus die kunnen we op afstand met de staaldraad. Dan kunnen we de deur open. Als na een half uur de deur niet doorgebrand is, want dan gaan we niet. Ja, maar ik was al bang dat ik. Ja, maar ik moet even wat aan doen. Ja, we hebben de taak voor Jacques. Die moet die deur open, want dan moet je eerst. Dan moet je eerst handelen. Dus dan moet je zo'n. We hebben er nog een die over kolen doet, geloof ik. Compleet het water binnen open water opgebouwd. Eén. Komt heel netjes. Meer kostpunten krijgen. Dan moeten we in de bus wat bij jouw commandocentrum net. Eentje puur en alleen voor brandbestrijdingsstuk. En de andere is coördineren met de overige diensten. Ja. Waar overvuurwerk ligt en dat soort dingen. Ja, ja. Aan de rechterkant ligt de opvang. Ja, oké. Okay. Ja. Ik vind het eerder de test en dan gaat meer die kant uit dan. Avond lang, jongens. Ik word wel nog uitgeduurd. Half open weer. Klein.
Thank you.
die deur houdt het geen half uur. En die... Ik heb het niet gezien.